Een hele goede morgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht, lieve luisteraar. Hartelijk welkom weer bij Ruben Tel. Ruben, de podcast. Wauw. Ja, hier komt de promo. Die is achteraf opgenomen. Dus daarom kan ik u nu al vertellen, als u altijd al alles heeft willen weten over hoe u het beste communiceert met Radio 10, welk liedje er binnenkort op 1 staat in Duitsland en het allergrappigste uit het Verenigd Koninkrijk. Blijf dan vooral luisteren. Wij wensen u veel plezier bij Ruben Tel. Ruben, de podcast. De podcast. Nou, jongens, hoe gaat het met iedereen? Wel goed. Ik ben een beetje van mijn hooikoorts af. En vanochtend is mijn telefoon overreden door een vrachtwagen. Wat? Ja. Ja. Een vrachtwagen? Ja, het was om precies te zijn een vuilniswagen. Hij viel uit mijn zak bij het fietsen. Ik kwam erachter doordat mijn oortjes het minder goed deden. Ik hoorde... Hé, waar is mijn telefoon? Oh, die is gevallen. Oh, daar ligt hij. En toen kwam er om het hoekje uit een klein straatje een vuilniswagen. Ah, en ik hoorde in mijn oortjes... Hoorde ik hem doodgaan. Als Terminator. Weet je, dat je dat rode lampje uitziet gaan. Ja. Oh, nee. Ja. Maar je hebt nog, zoals in slow motion... Nee. Je realiseert je toch weer goed dat zo'n vuilniswagen zo de hoek op komt. Stop van niemand. Nee, en die komen gewoon zo zachtjes de hoek om. Heel langzaam. Ziet niemand. Maar. En ik dacht nog, misschien... Heel even dacht ik, misschien miste hij hem, maar ik kon het horen. Ja. Nee, ik kon hem uithoren gaan. Ja. Zuur. Wat vreselijk. Ja. Ik had eigenlijk een soort gelijk ding van de week. Jij zat in de vrachtwagen en je rijdt de hoek om en je voelt een klein hobbeltje. Minder duur, hoop ik. In ieder geval gewoon de koplamp van mijn fiets, die viel eraf tijdens een drempeltje. Ja. En ik zie hem zo stuiteren. Toen, ting, ting, ah. En kijk, volgens mij is hij nog goed. Kan ik hem gewoon even keren? Toen kwam er een taxi. Die reed er overheen. En toen was hij gewoon helemaal aan gort. Jullie worden achtervolgd. Ja, dat is gewoon heel toevallig. Maar zo zuur. Het zou wel stunt zijn als je zegt, en mijn huis is afgebrand. Als derde. Ik nog iets meegemaakt? Ja, mijn huis is afgebrand. Nee, ik heb niet... Die pech heb ik deze week niet. Maar dat maakt niet uit, je gaat verhuizen. Ja, dus ja. Dus die pech komt wel, bedoel je? Nee, maar laat hem lekker af. Steek hem in de fik, zou ik zeggen. Even voor de luisteraar, we zitten heerlijk in de tuin, in het zonnetje. En wat hebben wij te eten gekregen van onze gastheer? Het is vandaag vlaggetjesdag, nieuwe haring. Heerlijk. Ja, ik slurp er nu eentje naar binnen. Er wordt gefotografeerd hier. Ja. Seaspiracy. Nou, hij heeft een heerlijk vet percentage. Ja, het is natuurlijk ieder jaar hetzelfde, hè? Ja. Ik was net bij de haringboer en ze zijn heerlijk. Ze zijn dit jaar zo lekker. Ja, dat heb ik zo. Ja. Nou ja, het wordt je zo goed eigenlijk verkocht dat je ook het gevoel hebt dat het ook echt lekker is weer. Ja. En het is ook eigenlijk ook het is altijd lekker. Omega 3 kunnen we zelf niet aanmaken. Ik heb de afgelopen periode best wel veel podcast geluisterd, omdat ik veel in de auto zat. En ik ben tot de conclusie gekomen dat er toch wel veel op rek wordt gedrukt en maar wat geluld. Dus ik wil nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat onze podcast leuk is. Nou, dat is hij vaak. Vind ik wel. Want jullie zijn twee gouden aangevers. Ja, ze noemen ons de Fransen van Doorschoten van de podcast scene. Ja. Maar leuk en informatief. En ik hoor toch zo vaak podcasten met mensen die zeggen... Ja, nou, we hebben allemaal op rek en we waren lullen en lullen. En hoe lang zijn we aan het lullen? Ja. Dus luisteraar, als je dit hoort, en dat moet haast wel, want je hoort het. we blijven erop letten. Ja, en daar mag je ons aan houden. Precies. Ik hoorde laatst ook een podcast op BNR en er was iemand in die had zo'n hele rare S. Zo'n rare S. En dat ding, daar ben ik ook blij dat wij dat niet doen. Dat wij niet... Dat is flis. Zo'n hangende S. Ja, maar ik heb ook een beetje honger. Meester. Dat zijn mijn buurvrouw altijd. Nee, wij willen geen plant op het dak. Dan krijgen we beesten. Op het balkon. Nee, we willen geen plant op het balkon. Dan krijgen we beesten. Ja, precies. Nou, zo, dat leidt toch een beetje af, vind ik. Ik weet nog toen Sjoerd van Ramshorst van de NOS. Die begon ooit. Ja. Met een gigantische slis.
Maar die heeft hij keurig weggewerkt met veel... droogbrood. Maar die begon zijn carrière en toen waren net de winterspelen in Sochi. Mijn naam is Joost Raamshorst en wij gaan naar de winterspelen in Sochi. Ja, nu je het zegt, weet Sochi. Ik het weer. Maar nu is die kwijt. Sochi. Dus dat is ook klasse. Ja. Nou, inderdaad. Kom op, vol erop. Tel eens even de opening zoals zo vaak. Niet altijd, maar wel zo vaak. Het is ik had natuurlijk Richard geappt vanochtend van heb je de statistieken vast voor mij? Toen werd mijn telefoon overreden. Ah, ja. Toen kwam hij hier om de boel op te bouwen. Wat hij als vanouds altijd echt goed doet. Toen zei ik, mijn telefoon is overreden. Toen zei hij, heb je mijn berichtje gehad? Ja. En toen zei ik, nou ja, ik weet niet hoe ik het sneller ga moeten zeggen. Ja. Nee, mijn telefoon is overreden. Overreden door een vrachtwagen. Ja, maar heb jij mijn appje gehad? Ja. Nee, het maakte het allemaal erger. Dus we zijn volledig afhankelijk als het gaat om cijfers van Richard. Hop, nou, en kom er maar in, illegale Richard, op de 27 MC. Ja, nou, even leuk dat jullie het vragen. Ik pak het dan even bij elkaar, want we hebben tegenwoordig twee bronnen van statistieken. Okay. De laatste, of eigenlijk de laatste twee maanden, mei en juni. En wat daarbij opvalt, is dat juni nog bezig is, maar al mei qua plays voorbij is. Yes, dus, yes! Ja. Oh, dat vind ik zo lekker. Dus, hè? Ja, dat is serieus fijn. Ja. Ja, we hebben echt nog... Nou, we zitten op de helft op dit moment dat je ons dit deelt. Oh! Van juni. Juni. Komt u nu pas binnen? Ik dacht van, wat is dit weer voor een zin? Het ja, mei is voorbij. Het was script. Ja, hè? Mei is voorbij. Ja, ik dacht, wat is dit nou voor informatie? Nee, we kunnen zeggen juni. Voorbij mei. Ja! Dat klopt, elk jaar. Nee, maar okay, maar het was ook cryptisch. Het was ook cryptisch. Ja. Nee, klopt. Ja. Juni is voorbij aan mij. Maar jij zat weer aan die plays te denken. Die cijfers. Die had ik me gewoon alweer laten gaan. Maar okay, ik zat van, in de pocket. Klasse. Lekker bezig, juni. Nou, dan de top 10 van de cities. En dat is dan de top 6, zie ik nu. Steden. Maar ieder geval bovenaan is Amsterdam. Ja? Dan nemen wij Diemen mee als Amsterdam. Eigenlijk groot Diemen dus. Ja. Ja, groot Diemen. Jongen, Utrecht. Frans is zo'n fan van ons. Op 2 en Rotterdam op 3. Dan krijgen we nog Den Haag. Ja. Natuurlijk ook wat lager. En Amersfoort en Groningen. Oké. Kijk. De petjes af staan op 675. Hartstikke idee. Bijna 700. Ja, dat is 600. Snel uitgerekend. Bijna 700 sombrero's. Nou, hier al. Ja, zeker. Sombrero's, ja. Bijna 700 sombrero's. Dat begint echt. Als dat op je afkomt. Je hebt het in de eerste keer zo beschreven. Als we die mensen gewoon. En daar zit van alles tussen. Die sombrero geven. En slagers, elektriciëns. Maar als die een beetje mooi opgeleid. SWAT team mensen. Als die een beetje mooi opgeleid. Gewoon in rijtjes van 10. En dan, nou ja. Dus dat zijn bijna 70 rijtjes. en dan op je afkomen met die sombrero's. En een enkeling dus met een leidinggevende sombrero. Nou, dat is echt wel heel cool ook voor een luchtfoto. Al die sombrero's. Ja, het is... Ja. De sombrero's, als jullie luisteren. En ik weet dat jullie luisteren. Want dank daarvoor. Ik zeg nu alvast dat we de hele zomer doorgaan. Niet met de reguliere podcast, maar wel met Petje Af. Iedere twee weken blijft die verschijnen. Ja. Dus waar je ook bent, wie je ook bent... Als je je petje afdoet, dan luister je gewoon lekker mee de hele zomer door. Doe je petje af, sombrero op, lekker in de zon. Dat is onze genieten. Slogan. Ja. Dat is de slogan. Petje af, sombrero op. We gaan dobbelen. U weet hoe het werkt. We hebben een dobbelsteen. Daar staan allemaal mooie onderwerpen op. Wat je dobbelt, daar vertel je een goed en pakkend verhaal over. Zal ik beginnen? Nou, let's go. Voor de draad erbij. Hop. En hij gooit. Persoonlijk. Persoonlijk. Ja. Oh ja. Ik was onlangs bij Gerard Ekdom, Radio 10, in de ochtend. Hey, Mr. Woordspeling. Nou, ja, en dat was... Dat is thuiskomen voor jou als woordspelingliefhebber. Precies. Het was supergezellig. Maar ik dacht, laat ik de luisteraar eens deelgenoot maken van hoe zo'n appgesprek dan gaat als je wordt uitgenodigd. Want het is
Ja, tussen jou en Gerard? Nee, Gerard zit, okay. Is daar niet eens bij betrokken. Die zit natuurlijk een laag daarboven. Nee, precies. Die zegt gewoon, die doet gewoon, hey, jij hier? What the fuck? Moet je hier in de buurt zijn? Ik zit hier gewoon radio te maken. Ja, ja. Weet ik veel. Nee, ja. Nee, ik werd in mei al geappt door Roy. Hey, Roy. Trouwens, ik werd ge-sms'd. Vond ik ook wel grappig. Maar goed. Nee. Hoi Ruben, we zouden graag met Radio 10 een item met je willen doen. Kan ik hierover bellen? Goed, Roy. Nou, dat vind ik luid en duidelijk. Niet eromheen crystal draaien. En clear. Precies. Dus bam, to the core. Dus ik dacht, ik las dit. Misschien een half uurtje later. Ik reageerde vrij snel. Om wanneer gaat dit en waarover? Vandaag gaat alleen niet lukken, ben ik bang. Is dat meteen ook maar ja, duidelijk. Precies. He? Ook een soort van duidelijk, nee. Maar ja. Afwerend. Nee. Het was gewoon vragen. Ik stond open. Ja, precies. Open. In juni hebben wij een speciale 90s week. Het lijkt ons gaaf als jij... Dat vind ik al vaag. Zeg gewoon de week. Nu zeg je dat je een week en een maand hebt. Er zit een week in de maand juni. Ja. Nou, dat hoef je jou niet te vertellen. Jij weet alles van juni. Ja. Ja, ja. Jij weet dat juni altijd na mij komt. Precies. Dat er meer... Een speciale 90s week. Ja. Het lijkt ons gaaf als jij een soort 90s mini-conferentie kan doen in de show van Gerard Ekdom. Conferentie. Maar nu heb je een hand op je zak. Dus zal ik heel even wachten tot het vliegtuig voorbij is? Hij lijkt op vakantie. Coronavirus verspreiden, vies buik. Ja, precies. Vliegtuig. Ja, is toch echt. Ja, nee, dit is goud. Dit is goud. dit is wel. Ja. Oprecht druk. Dus, de mini-conferentie kreeg ik. Dus ik reageerde niet gelijk. Ik dacht van, oké. Lang daarna kreeg ik. Hi Ruben, kan ik je even bellen over dit idee? Oké. Okay. Goed. Roy. Ja, ook wel weer concreet. Wat is dat? Hoi, Roy. Hi Roy. Leuk dat je aan me denkt en ik kom graag bij Gerard in zijn show. Maar hoewel het er de schijn van heeft, ben ik geen cabaretier of conferencier. Nee, hè? Ik ben bang dat als ik een conferentie moet gaan schrijven, dat daar heel veel werk in gaat zitten. En of het leuk wordt, is ook maar de vraag. Nou, dan nu ben je te bescheiden. Nou ja, nee, je weet zeker dat er heel veel werk in gaat zitten, dat weet je zeker. Ja. En daar heb je geen zin in. Maar dat lees ik tussen de regels door. Dat kan niet iedereen. En, luisteraars, je hebt weer geleerd dat als een zin begint met leuk dat je aan me denkt, dan weet je dat het antwoord nee is. Ja. Nou ja, weet je, ja, hij vraagt me voor iets wat ik niet kan of niet doe. Ja, ja, ja. Nou, misschien kan ik het wel, weet ik veel. Maar er gaat heel veel werk in zitten. Ja, en dan, ja, het is niet van, we hebben er 3.000 voor. Nee. Nee, er wordt nooit over geld begonnen. Nee. Nee, ben je gek? Het is toch leuk? Ja, het is toch leuk? Dus, nou goed. Ik had... Hey Ruben, ik snap het helemaal hoor. Net even met Gerard erover gehad. Oh. Hij zou het wel heel leuk vinden als je in die week een keer langskomt. Misschien een gammetje doen? Nou, zoals jullie wellicht weten was ik het gezicht van Hakkebar. Ja. En heb ik nooit een noot gezongen op die... Jij was niet... Eigenlijk vind ik... Jij was de Milli Vanilli van de gabberscene. Precies. Ja. Dus het is een beetje gek dat ik... Ja. Nou ja, dat zou, ik had wel gewaardeerd dat hij dat had geweten. Ja, want dan had je ja. die vraag niet gesteld. Maar goed, dat weet hij dus niet. Oké, prima. Maar het is gewoon een beetje raar om op de radio te gaan playbacken. Je wordt ook niet defensiever, word je natuurlijk. Ja. Nou, je gaat playbacken op de radio. En ja, dat is wel echt de lowest of the low. Dat is wel echt gek. Je gaat zeggen, nu, deze plaat is van mij. Ja, dit start maar in. Start maar in. Ik doe hem wel. Ik ga dus even koffie halen. Maar ja, dat is ook weer het kutte, want alles wordt gefilmd. Ja. Natuurlijk. Ja, dus, ja radio is tegenwoordig, televisie. Je moet het toch over nadenken wat je aandoet en zo. Ja, nee. Het is gedoe geworden. Ja, zeker. De tijden dat Edwin Evensen zonder broek radio... Maar ja, precies. Het is wel publiciteit. Nou ja, weet je. Je komt op de radio, mensen horen je naam, denken van, hé, die ga ik eens googlen. Ja. Nou. Die ga ik eens boeken. Die ga ik eens boeken als conferencier. Die gast is grappig. Nog meer. Dus ik had niet... Ik wilde niet daarop ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Nee. Gast, moet ik playback op de radio? Ja, flikker op. Nou ja, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb even niks gezegd. Toen kreeg ik, hoi Ruben, zou het
leuk vinden om bij Eglon langs te komen voor de start van onze 90s-lijst. En om te praten over die tijd. Gewoon gezellig. Oké, dit is een nieuw aanbod. Gelijk gereageerd. Ja man, leuk. Dit is leuk. Ja. Wanneer had je in gedachten? Het zou lachen zijn als je maandag de 14e zou kunnen tussen 8 en 9 uur. Als je kunt, dan ga ik het even doorgeven aan Eglon. Zou leuk zijn. De groetjes, Roy. Gezellig. Dan ben ik er. Nou, dan denk je, hé, zijn er. Kan ik ruiken? Nou, ik vond het een kort onderwerp. Ga dan door. Super Ruben, Tamara, de regisseur van Eglon, die neemt nog even contact met je op. Oh, hier begint het piramidespel. Ja, nee, hier begint de Groundhog Day. Ben ik bang. Ik denk dat je nu weer altijd van vooraf aan. Hi Ruben, ja. Gezellig dat je maandag 14 langskomt bij Gerard Ekdom in de uitzending om terug te kijken op de jaren 90. We zijn erg benieuwd naar je verhalen. Vooral rondom Hakkebar. Je schuift tussen 8 en 9 aan bij Gerard. Wel had ik nog een paar vragen. Zou jij om 5 over 9 ook officieel de 90's top 510 willen openen door simpelweg de eerste plaat aan te kondigen en het liedje in te starten? Nou, ja, dat is het. Ja, precies. Leuk, je bent er toch. Dus het is een klusje. Het is een klusje. Je zit toch in de file terug. Precies. Dus dan kan je net zo goed, weet je, je chat nog even wat na. Maar denk je wat dat weer aan publiciteit oplevert? Oh, precies. Mensen die na 9 uur luisteren en denken, dat is wel van de meer. We zoeken nog een conference. Ja, dat startte die best wel lekker in. Waarom is hij geen radio-dj? Ja. Wij hebben toch ook altijd een top zoveel die ingestart kan worden? Ja. En we hebben daar onbeperkt, dat doet Ruud altijd. We hebben onbeperkt budget voor. Nou ja. Laatst gaven we 15.000 euro aan Jurgen Rijman om een platen te starten. Laten we Ruben van der Meer bellen. Ja, hier ook. Sterker nog, we vangen hem op bij Radio 10 Gold. Hier, kijk. Want we weten waar hij zit. Ja. Dit zijn allemaal. Ja, precies. Ja. Nou, Hiro. Is het mogelijk dat jij een kleine cursus hakken geeft aan Gerard en Evelien, de nieuwslezeres? Ja. Misschien zou het ook leuk zijn als je in trainingspak bent. En zou jij voor... Het klinkt gewoon als een persoonlijke wens. Ja. Dit vind ik wel geil. Nou ja, weet je wat het is? Dat die, zolang ik gevraagd word voor, om als gabbertje, of als het over Hakkebar gaat, is dit altijd is gewoon standaard in het pakket. Dus daar deed ik al niet meer voor terug, want je weet dat die gaat komen. Ja. Wij waren bij Gordon in zijn talkshow. Ja. En toen ging het heel even over gabbertje. En wat moest ik doen? Hem leren hakken. Ja. Ja. Ik bedoel, het is altijd. Zal ik heel even wachten weer? Nou ja, het is wel een lekker zomers geluid. Ja. Het is een lekker zomers geluid, inderdaad. Wat staat er voor tekst achter dat vliegtuig? Wat heb jij gedaan? Richard, waar zijn de cijfers? Uitgetekend. Oh, wat heftig dat je die... Heb je die mensen onder speed dial? Ik vind dat wel Ik had het voor de zekerheid zondag al laten maken. Vooruitziende blik.nl. Dat is je idee. Ja. En zou jij voor een filmpje 2 à 3 liedjes uit de jaren 90 kort willen uitbeelden, zoals de doventolk in de lama's? Oh ja, nu wordt het wel... dus nog een andere... Een aapjes jukebox. Een andere succesnummer wat ik ooit gedaan heb. Ja, wil je dat ook die willen we ook zien. En zou jij... De studio is echt... Het is een ranzige bol. Nou, als Gerard weg is, even goed de borstel heen. En misschien een klein beetje, even een stukje, een beetje. Ik heb nog een bergstrijk. Ik heb een bergstrijk thuis. Ik woon vlak bij de studio. Zou je me daarmee kunnen helpen? Jij bent er om 8 uur, hè? Kan jij 4 latte macchiato meenemen? Holy fuck. Ja, en toen? De studio van Radio 10 is gevestigd bij Talpa Radio, blablabla. Parkeren kan bij het gebouw. Ben erg benieuwd naar je antwoorden. Je kunt me altijd bellen, appen. Als je nog vragen hebt, goed. Tamara, Ekdom in de morgen, Radio 10. Hey, Tamara, zeker leuk. Altijd gezellig met Gerard. Leuk dat je aan me denkt. De top 510 openen doe ik graag. Een kleine cursus hakken zit standaard in het pakket. Als ik kom praten over Hakkebar of Gabbertje. We hebben zelfs een track met uitleg gemaakt toen. Die staat op de plaat. Vet heftig. Het is die zal ik even meesturen. Eigenlijk alsof... Je doet alles. Je doet al het redactiewerk. Echt lief. Die zal ik even meesturen. Ja, die zal ik even meesturen. Even dat liedje. Daar doen we een hele cursus. Niet, hakken. Niet dikke fuck you, zoek het zelf maar uit. Nee, die stuur ik wel even mee. Tamara, ja. Komt eraan.
Blijf even hangen voor je gegevens. En dit heb ik gezegd. Filmpjes met liedjes uitbeelden zal helaas niet gaan. Ik ben bezig met dat als concept bij een commerciële partij. Dat is helemaal niet waar. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Maar je wil het gewoon vanaf staan. Je wil het gewoon vanaf staan. Maar het is heel goed, je moet het bloed serieus aanvliegen. Ja. Zo vaak doen. Nee, ja, ik zou het wel willen. Ik zou het wel willen. Maar ik ben bezig met een concept. Met dit concept. Die is briljant. Commerciële partij. Partij. Dat kan alles zijn. Ja, tuurlijk. Partij. Oh, wat goed. Dit is ook een manier om relaties te beëindigen. Ja, ik ben bezig met een concept met een commerciële partij. Dus we kunnen elkaar niet meer zien. Hè? Ja, oké, jammer. Maar succes met je project. Ja. En toen heb ik nog gezegd, oh ja, ik zal mijn supergrappe t-shirt weer eens uit het kast trekken. Dus dat komt goed. En ik had nog een trainingsjackie erbij. Bam. Op de dag zelf, ah, dit kan wel. Hey. Toch een trainingsjackie. Iedereen blij. Hier, je denkt, ik kon gewoon even kletsen over de jaren 90. In godsnaam. Hi Ruben, top. Dan zien we je maandag. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het wel. Oké, nou. Klaar, streep erom. Hey, Ruben. Oh. Hey, Ruben, nog even Tamara hier. Ja. Shownieuws zou graag maandag ook komen filmen in verband met de opening van de 90's Top 510. En zou je dan de cursus hakken ook nog een keer willen geven voor Shownieuws? Vind je dat goed? Ik ben eventueel beschikbaar voor vragen, want het was op zondag. Goed, Tamara. PS, je komt op een eenwieler de studio in en dan moet je door een brandend hoepeltje en ondertussen jong leren. Ik heb geappt, geen probleem en ik krijg terug, fijn. Nou, dus dat is wat een gemiddeld radiobezoek, wat een voorwerk is. Maar ben je nou al geweest of je moet nog? Ik ben geweest en ik heb de cursus hakken gegeven en we hebben... Heel gezellig gekletst. En, je vraagt je ook af. Roy en Tamara. En Shownieuws. Nee, maar hoeveel mensen moeten dat je te gast bent? En uiteindelijk, weet je bent er om 8:00. Om 8:15 was ik nog niet aan de beurt. Nee, want dan heb je nog plaatjes. En nog een itempje. Even blij, er werd gebeld. Ja. Die zat aan zijn ontbijt. En, Maar echt jongen, hierna gaat de bal rollen. Dit wordt gehoord door redacteur van Koffietijd. Die gaat jou bellen. Dan kom je daar eens een keer op een reservelijst. Dan kan het anderhalf, 2 jaar duren. Kom je daar een keer aan tafel. Dan ziet iemand je. Die gaat bijvoorbeeld met je in gesprek. Joh, dit kan zo gek lopen. Dit kan echt gek lopen. Ja. Maar blijf erin geloven. Maar je weet niet waar de business vandaan komt. Nee. Voor je het weet staat er een commerciële partij. Als u dit hoort en u bent de commerciële partij. En u bent geïnteresseerd in het programma waarin Ruben van der Meer... Gewoon alles nummers, doet wat u al kent. Nummers meemt. Nummers meemt. Laat het ons weten. Of, ja, weet of je, grappige dingen van anderen mocht nadoet. Mocht het er echt op aankomen dat ik... Oh, wie is de commercieel? Ja, TikTok. Ik zit op TikTok. En het is exclusief. Heb ik daar een afspraak met mezelf mee? Dat ik dit alleen nog maar op TikTok doe. En het is een commerciële partij. Dus, uitgeluld. Oké, dan ga ik. Hartstikke idee. Hey, schermpje. Schermpje, ja. Ik wil het gaan hebben over iets wat ik nog niet gezien heb. En wat ik zeker ga zien. Als ik vertel waar het over gaat, zeggen allemaal... Ja, de trip to Greece. Ja, man. Ja. Jij nog niet? Ja, de trip is van... Nou, lieve sombrero's, ik ga het helemaal uitleggen. Ik moet terug naar 1991, precies. In 1991 bedacht Steve Coogan. En dat is een acteur die je ook kunt kennen van de Oscar-winnende film Philomena. Film met Judi Dench. Fantastische film waar hij het script voor heeft geschreven, waar hij zelf ook in speelt. 24 ja. Hour Party People. Het is een bekende acteur, ja. Steve Coogan. Hij bedacht samen met Armando Iannucci voor de BBC Radio een typetje. En dat was Alan Partridge. Ja.
Er werd hem gevraagd om een sportcommentator na te doen. En iemand in de studio riep en zei, dat is een typische Allen. Iemand anders zei, het is een Partridge. En binnen een paar minuten hadden ze zijn background, waar hij heen wilde. Wat zijn drijfveren waren, hobby's. En Allen Partridge is een beetje een domme, rechtse, typische... Opportunist. Zeer zelfingenomen. Die eigenlijk altijd de verkeerde dingen zegt, ja, op de verkeerde momenten. Ja. En voortdurend bezig is met naar de top komen, terwijl die helemaal rock bottom is. Ja. Ja. Naar de top te komen, eigenlijk is het misschien meer uitstralen alsof hij aan de top zit. En daar ook willen komen, maar eigenlijk het ook... Ja, precies. We willen eigenlijk voornamelijk doen alsof hij er al is. Na die eerste radio-uitzending volgde een radioserie. Knowing Me, Knowing You. Aha. With Allen Partridge. En, Knowing Me, Knowing You. Ja, en daarin speelt hij op de radio een host die mensen interviewt. En dat concept is... weer doorvertaald naar een televisieserie bij de BBC. Waarin Partridge dus een talkshow heeft. Ja. Maar het grappige is, een acteur en actrice spelen in iedere aflevering steeds weer andere rollen. Dat zijn zijn gasten. Ja. En hij stelt ze de verkeerde vragen. Hij heeft bijvoorbeeld een popster te gast. En dan heeft hij als verrassing dat zoontje van de popster. Die komt op de trap af. Maar die mag niet dichtbij komen. Maar mag niet... Je zegt niet te dichtbij komen in verband met het omgangsverbod. Omgangsverbod, restraining order. Ja, maar hij staat daar. Speciaal voor jou. Aan de trap. Hij is vandaag jarig. Het zijn alleen maar interviews die totaal mislopen. Verkeerd ontsporen. Zijn. Hij is continu bezig met Roger Moore. Ja, te regelen. Die komt nooit. En in de laatste aflevering van dat legendarische seizoen... Ja. Schiet hij per ongeluk een van zijn gasten dood. Die heeft een oude rifle bij zich. En die gaat even met spelen. Dat is gelijk het einde ook van zijn serie. Zeg maar... Van zijn talkshow. Van zijn talkshow. Ja, daar wordt hij afgezet. Precies. Ja. En de tweede serie, en die vind ik dan het meest briljant... Ja. Zit hij in Norwich. Norwich. Dat is ergens in het noorden. Daar heeft hij een radio talkshow. Van 4 uur 's ochtends. Van 4 tot 7. Van 4 uur 's ochtends tot 7, ja. De echte gouden uur. Gouden uurtjes. Ja. En hij woont in een hotel. Hij is weg bij zijn vrouw. Hij is zijn huis kwijt. Ja. Hij heeft nog wel een assistent. Een vrouw van middelbare leeftijd die hem terzijde staat. En hij probeert terug te komen op televisie. Weer op het niveau waarop hij was. Sindsdien zijn er dus meerdere specials geweest. Hij is ermee het theater in geweest. Een film. Hij heeft een charity bij gedaan. Film, Alpha Papa. Het blijft steeds terugkomen. Er is op dit moment ook weer bij de BBC een nieuwe serie. Omdat hij tussendoor zoveel... leuke andere dingen kan doen. Ja, want het is in Engeland uitgeroepen tot het 4 na populairste typetje in de geschiedenis van de Engelse televisie. Dus hij wordt daar, net als jij met Gabbertje, altijd mee vereenzelvigd. Ja, precies. Hij zei maar, ik kan daar tussendoor zoveel leuke dingen doen dat de balans goed is. Ja, kan nooit afscheid van hem nemen. Nog één filmtip. Ja, het zal misschien moeilijk te vinden zijn, maar mocht je er ooit eens tegenaan lopen, Hamlet... 2. Ja, Hamlet 2 is niet te krijgen. Daar zit Steve Coogan ook in. Ja. Is hij een regisseur op een Amerikaanse school? Ja. Gaat hij Hamlet 2 maken? Ja, als hij de redactie toespreekt. Hij heeft dus die man doodgeschoten. En de BBC wil hem geen tweede seizoen geven. Maar hij heeft nog wel een team. Ja. En hij wil zo graag zeggen dat het doorgaat. Maar hij moet zeggen dat het klaar is. Dus hij moet naar binnen. Ja. Voordat hij de erger heeft, zegt hij... We got a second series. Ja. Iedereen wil juichen. Ja, een omhelzing. En dan sluit hij ze in. Ja. Hij gaat meteen naar buiten. In het kantoor. Hij gaat het kantoor uit. Dan belt hij. En dan vraagt hij op de telefoon speaker te zetten. En zegt hij... it's Allen. Ik heb jullie ingesloten. Ik rijd nu weg. Er komt geen tweede serie. Ik herhaal, er komt geen tweede serie. Het is gecanceld. Maar ik kon het niet zeggen wie erbij waren. Ik vond het toch lekker om te zeggen dat er een tweede... Maar er is dus geen tweede serie. En jullie kunnen er niet uit. Ja.
Sorry. Ja, sorry. Maar waarom ik dit zeg, is dat Steve Coogan samen met Rob Brydon, en dat is een Welsh comedian, uit Wales, hebben zij een filmserie waarin ze zichzelf spelen. Steve Coogan speelt zichzelf, Rob Brydon speelt zichzelf als gevierde comedians, acteurs, die elkaar continu... Ja, de loef afsteken. Ja. Steve Coogan is gevraagd in de eerste film, in het script dus... Kun je een reis maken langs allemaal Michelinsterren restaurants door het noorden van Engeland? Voor de Time. En maak een recensie en neem een vriend mee. Nou, dat is een krankzinnige, bizarre film door het prachtige noorden van Engeland. Je ziet ook hoe er gekookt wordt, hoe het eten op tafel komt. Dus het heeft iets van Chef's Table. Ja, precies. Het heeft iets van een comedy. Maar het is ook een soort rare mockumentary. Ja, het is een mix van een televisieprogramma en een mockumentary. Het is een enigma in een enigma. Ja, precies. Ja. Want ook de hele tijd zichzelf. En dan worden ze weer gebeld door een agent. En de films doen het niet heel erg goed. Nee. Weinig box-office. Maar ik wil toch iedereen aanraden om daarin te duiken. Het begint met de trip. En die gaat gewoon naar Noord-Engeland. Die had ook de trip. Dan is het de trip to Italy. Ja, dat is geweldig ook. Dan is het de trip to Spain. En nu, net uit, de trip to Greece. Hij is zo net uit dat ik hem nog niet gezien heb. Maar zoek het op, allebei. Alan Partridge en de trip. Het zijn geweldige comedy-ervaringen. Funny, funny. Nou, dat gaan we zeker doen. Je hebt zin in. Ja. Oh, Greece. Oh, het lijkt me ook zo lekker als wij dat format hadden bedacht. Dat ze lekker door Spanje moeten rijden. Wat is het? Dat is het. Wat zal hij? Zullen we niet een pilot op gaan nemen? Ja. Binnenkort eventjes naar dat wil je toch? Naar Bonaire moeten. Om te kijken hoe daar de restaurants zijn. Nou, laten we ook gewoon een lekker eetland. Bonaire zal heus wel heerlijk eten zijn, hoor. Geloof me. Ja. Maar... ja, oké. Okay. Duitsland meer. Gewoon ook naar Italië. Ja, dan. Precies. Top, doen we dat. Ja. Het reisje. Ik ga dobbelen. Muzika. Nou. Ik heb een doel. Ich hab ein Ziel. Oh. Ich hab ein Ziel. Und das Ziel bist du. Het doel is... Dat wil ik eigenlijk al lang... En ik ga het nu uitspreken. Dus dan is het vanaf nu ook een soort challenge, toch? Die je ja, dan moet je. Ik wil een top, laten we zeggen top 5. Een top 5 hit in Duitsland. Zo. Is het Ruben versus Ruben? Nou, dat maar, is wel grappig. Jezelf dan? Uit dat programma versus is inderdaad mijn Duitse typetje gekomen. Ja. Mijn alter ego, Marcelino Wunderlich. En... kijk, op dit moment kleurt alles geel in Europa. Ja. Behalve Engeland dan. Maar goed, de mondkapjes mogen bijna af. De experts verwachten daadwerkelijk een summer of love. Ja. En op dat gevoel, die summer of love... in Nederland zou je zeggen, het wordt een feestje zonder einde. Op die golven van zaad wil jij surfen. Oh, daar al. Ja. Ja, want je ziet het. Ja, maar je ziet hem ook over je heen krullen en surfen echt. Oh, opeens kan ik goed surfen dan. 9 van de 10 keer gaat het fout. Er komen altijd spetters. Ja, het ergste is dat je wetsuit, loopt gewoon je wetsuit in. Dus er ontstaat een laagje tussen je wetsuit en jou. Nou, maar het is vooral die slok die je naar binnen krijgt. Ja. Oh, dat is disgusting. Oh, het begon zo goed. Ja. Maar goed. Toen heb ik dus gedacht... Dat feestje zonder einde... Dat gevoel... Ja. Daarop intappen... En daar een hit van maken. En ik wil dus eigenlijk... streven om de anthem te maken... Voor het einde van de lockdown. Dus we mogen weer... Je wil het coronabevrijdingslied. Het coronabevrijdingslied. Ja, maar dan in Duitsland... En waarom niet in Nederland? Ja. Het is te makkelijk. Het is te makkelijk. Oh, ja. Weet je wil een uitdaging. Nee, maar kijk, in Nederland, het,
mijn droom was ooit, toen ik dat typetje bedacht, in Duitsland. En toen ik ook aan het optreden was in Duitsland op een bierstube. En uiteindelijk zo in mezelf geloofde dat ik zelfs op tafels van Duitsers die daar niets mee te maken hadden met die opname ook ging staan zingen. En dat die het toen leuk vonden. Toen dacht ik, eigenlijk is de grootste grap om als Nederlander een Duits typetje te verzinnen. Ja. Wat vervolgens een succes wordt in Duitsland. En dat je dat, voor de rest helemaal niet zo in Nederland bekend, maar dat je alleen in Duitsland een soort grappig typetje hebt. Maar je bent niet eens in Duitsland. Nou goed, dat maar vond ik... Maar het is half juni, de cijfers kelderen als een baksteen. Ja. Ik neem aan dat je al een plan hebt om uit te rollen. Nou, daarmee gaan we deze podcast afsluiten. Ik ga u eerst vertellen wat de tekst is. Ja. En daarna laat ik het lied horen. Een korte reactie. Je hebt al een lied! En we zijn eruit. Wat is de populairste radiozender in Duitsland? Waar je op Radio 10. 10. Met Gerard Ekdom. Ja. Nee, hallo, dat is Tamara. Heb je een plugger? Ik ben Tamara. Ik heb een vraag. je komt om 9:05. Wil je dan ook de 510? De top. De top. Ja. Nee, ik dacht, en dat doe ik dan, ga ik eerst die tekst in het Nederlands aan jullie vertellen. Zo een beetje gesproken, gedragen, weet je wel, zoals dat, dit is het verhaal van deze plaat. En maar even nog, je hebt wel een plugger en zo. En, Nou, niet een plugger, maar we hebben iemand die we kennen bij geld. Universal. Oké. En ja, er is een bedrijf waar je dat... Waar je het zo professioneel op het moment dat je zegt, we zijn bezig, we kennen iemand, we zijn in gesprek. Dan ben jij dus met een aantal andere mensen... In gesprek weer met andere mensen. Ja, met twee. Wij zijn met twee. Maar op het moment dat je zegt wij, zijn benaderd, is al dus echt een. Praat je echt over een organisatie? Het is een organisatie. Ja. Zijn we er klaar voor? Ja. Ja. Ik wil nog wel zeggen, het is echt nog work in progress. Oh, het is nog niet indekken, helemaal af. Indekken. Het is nog niet helemaal af. Oh. Maar ik vond het te leuk om het niet met jullie alvast te delen. Precies. En de luisteraar natuurlijk. Ik denk nu wel, is top 5 te hoog gegrepen? In nee, dat heb je gezegd. Nou, kijk, wat niet oké zou zijn als je zegt, ik wil tussen de 40 en 45. De top 40. Dat is ook een top 5. Ja, tussen de 40 en 45 belanden, dat is niet oké. Nee. Nee, oké, okay, maar top 5 nee, kan je prima mikken. Nee. Oké, okay, nou, komt-ie, gaat-ie. Te lang geleefd in deze boze droom. Ik word gek van deze ruimte en deze afstand tussen ons. Veel te lang thuis zitten. Ieder mens wil eruit. En plotseling heb jij gezegd. Schatje, nee, ik kan niet meer. Schatje, nee, ik wil niet meer. Maar het hoeft ook niet meer. En nu wil ik meer. Eindelijk zijn we vrij op dit feest zonder einde. Komt allen samen. Hebben jullie knaldrang? De drang om te knallen. Laten we deze avond zo bijzonder maken, opdat wij hem nooit vergeten. Een feest zonder einde. Dat is het verhaal van deze plaat. Is dit een party on end, of? Als je een tijdmachine hebt, dan weet ik zeker wanneer je in de top, dan zou je de top 1, dan zou je er 1 komen. Maar dan moet je wel in de jaren 80. Maar... Een stukje participatie kan hier Ja, mooi. Een party ohne Ende. Hop, spacen. Pilkicked in momentje. Dat heb ik ook ingezongen. Komt-ie? Oh nee, dat heeft de zangeres gedaan.
Ik zie de clip ook al voor me, dat jij rent en achter je een grote vloedgolf van zaad. Haalt je langzaam in. Is toch lekker? Ja, ja man. Goeie plaat hoor. Dus jij gaat niet op zomervakantie? Nee, ik ga toeren door Duitsland. Gaat toeren. toeren. Gitaarsolo? Nou, ook. Ja, klasse. Dit is gewoon een nummer. Oh, maar wat langer is. Duitsers gek op. Nou, gewoon. Zo'n Scorpions gitaarsolo. Precies, precies. En gewoon eindelijk weer zo'n nummer wat langer is dan 2 minuten 17. Nou, het scheelt weinig. 2,50 of zoiets. Nou ja, weet je, dan ga je al richting de 3 minuten. Richting 3 minuten. Nee, maar dat is al klasse. Doe je de administratie hier samen? Nee, maar ik bedoel, al die korte nummertjes. Goeie plaat, Wilde. Woe! Ja? Ja? Ja, zeker. Nog een verbeterpunt die je zegt. Ja, eerste reactie, die heb ik al binnen, want je dacht natuurlijk, wat zit hij op zijn laptop terwijl hij het nummer aan het draaien is. Ik heb gelijk gemaild naar de redactie van Radio 10. En je kunt aanstaande maandag dit nummer komen presenteren. Kan je een uurtje eerder komen om de kantine even helemaal klaar te maken. Gerrits, auto kan even door de wasstraat. Hij is om 9:30 klaar, dus als het daarvoor kan. Het zou zo leuk zijn als je bitterballendans nog 1 keer wil doen en leren aan de hele redactie. Ja, dan kan Shownieuws even filmen. En we weten, het is warm, maar zou je een van die pakken van de Maassinger nemen? Klasse. Nee, nou, ik ben, en echt eerste reactie, hartstikke goed. En klasse dat je dit gewoon nu al geproduceerd hebt. In tegenstelling tot Younger Ruben. Ja, ik wou zeggen, tot 99% van allemaal een andere idee. Nou, die zeggen, weet je wat, we moeten een zomerhit hebben. En dan is het, dan zeg je, het is zomer. Het is eind juli. Het is zomer. Ja, klopt. Of 23 december, we moeten een kerstknaller hebben. Die moet overal in de winkels. Ja, lief luisteraars, ik heb het allemaal voorgesteld. Het is allemaal het waar lichter, gebeurd. Het lichter. Ja. Maar deze keer is mijn wanneer is de release? Wanneer is de release? Ik ben nog in overleg met een partij of ik eerst een clip moet maken of dat we hem gewoon gaan lanceren. Oh, heerlijk. Ja. Maar jij ziet die clip wel voor je. Zeker. Toen ging ik dus aantekening maken. Oh, top, want ik moet die clip nog hebben. En toen zei je, surf op die golf van... Als je kiest voor die clip, voor die zeg maar, aanpak, die approach... Ja. Dat die op de Gay Pride wel... Het wordt een party aan de ende. Party aan de ende, dam. Aan deze party, lieve luisteraar, komt wel een ende. Wij zijn er doorheen. Wij gaan nog eventjes verder met voor onze lieve sombrero's. Tijdens de backstage. Ja. Dan gaan we het hebben over onze allerergste vakantieervaringen. Ja, de ergste vakantieervaring ooit. Oké, nou dat alles in de backstage. Voor nu, herzlich danken. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht. Tot de volgende ciao, ciao. Keer. This one is for everybody around the world. Finally, we've rocked the rock.